En nu aanstaande maandag gaat de ZB, volgens mij als een van de eerste grote culturele organisaties, weer open. Ja, alle Zeeuwse bibliotheken gaan open. Alle Zeeuwse, precies. Zeeuws breed. Het mooie daarvan is ook dat we het reserveringsprogramma weer open kunnen gooien. Dus mensen kunnen weer alle boeken reserveren in heel Zeeland. Puur alleen Zeeland, maar dat is wel heel fijn. Busje gaat weer rijden, alle bibliotheken gaan open, dus die dienst hebben we ook weer. En ik zie het een beetje als een luxe afhaal, Biep, wat we maandag gaan doen. Want we zijn alleen op uitlenen open, dus dat betekent dat je wel binnen mag komen zelf. Dat je ook zelf je boek kan uitkiezen, afhankelijk van je abonnement. Dus je hoeft het niet in een tasje, wij hoeven het niet voor je uit te zoeken, dat kun je allemaal zelf doen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk een beetje de luxe eraan. Alleen dat is wel de enige dienst die we bieden. Dus je kan niet met het internetcafé, ook het leescafé blijft helaas nog dicht. Dus puur alleen, wil je een boek lezen, wil je een dvd zien, wil je een cd... Prima, kom, haal hem uit de kast en zet hem op je pas. Maar als ik het zo hoor, dan is het, hè, want je zei er net ook toen ik binnenkwam, van het is dan, gaan jullie ook uit van maximaal 50 bezoekers per, hè, dus maximaal 50 op het moment dat je het meet. En als er weer iemand uit is, mag er weer iemand in. Ja. Maar als ik vroeger boekjes ging halen, dan kon ik best wel eens een uur lang bij een kast lekker rondsnuffelen van, wat is nou een mooi boek, maar... Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja. En de kaf te lezen van, is dit iets voor mij, ja of nee? Alleen nu in deze tijd, met deze dienst die we gaan aanbieden, kan dat even niet. Nee. Omdat we willen maximaal 50 mensen, we mogen niet meer dan maximaal 50 mensen in huis. Je krijgt een winkelmandje en stel, er komt een moeder met twee jonge kindjes, dan zijn dat gewoon 3 mandjes. Maar ja, die zorgen er wel voor dat anderen dan niet binnenkomen. Precies. En we willen iedereen eigenlijk weer de mogelijkheid bieden om zelf een boek te kopen. Dus het beste kan je van tevoren al een beetje van, nou, die boeken zou ik graag willen hebben en kijken of ze beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Ja. En hoe is dat bijvoorbeeld, dat even voor mensen die onderzoeken zouden doen, zijn de boeken die in het magazijn staan, zijn die ook opvraagbaar? Ja, ook. Alleen de kluisaanvragen kunnen niet en de bijzondere collectie. Maar als er een boek in het magazijn staat, mijn collega die staat daar en die haalt het boek uit de kast. Op dezelfde manier wordt het in de lift gezet en die kun je ook gewoon lenen. Dus alles wat uitleenbaar is, dat bestellen we beschikbaar. En het mooiste is als je het gewoon van tevoren reserveert, dan zetten wij het gewoon in de kast. Dan hoef je alleen maar je boek op te komen halen, je zet hem op de pas en je kan gewoon heerlijk lezen. Ja, en deze informatie staat ook allemaal op de website, neem ik aan. Ja, www.zb.nl. Ja. Ja. En nu zie ik hier achter je, want kijk, het is ook anders. Jullie hebben ook looprichtingen bepaald, ik zie pijlen op de grond. Dus jullie hebben een in- en een uitgang, denk ik? Ja, dit is de ingang. En we hebben een eenrichtingsverkeer zowel op de begaande grond als op de eerste verdieping. We hebben ook niet de tussentrap, de grote brede trap, ter beschikking, omdat we ook aan het verbouwen zijn. Maar we hebben nu wel de trappengatten, laten we zeggen de nooduitgangen, aan de zijkanten van het gebouw. En aan de, als je binnenkomt aan de linkse kant is het trappengat, daar ga je naar boven. Dus je kan ook naar de eerste verdieping. Je kan daar ook je magazijnaanvraag gewoon doen. En dan ga je aan de andere kant van het gebouw, dat is de oostkant. Daar ga je via het trappengat naar beneden. Dus ja, het is ook de kans om eens een keer de noodtrap te nemen. Dat is de oostkant volgens mij toch? Vroeger was altijd het ezelbruggetje. De oostkant, Edwin, zit aan de kant van de Oostkerk. En dan dacht ik, oh ja. Nou, er staat in ieder geval mijn pijlen aan. Ja, ja, maar nou ja, kijk, dat tafeltje hier, dat is voor een medewerker, neem ik aan. Ja, die controleert of iedereen zijn pasje bij zich heeft. Want het is wel zo, als ik hier kom en ik heb gewoon vragen over de collectie of zo, er is wel altijd een medewerker. Wij lopen rond, er is altijd een medewerker op de werkvloer. Kijk, de informatiebalies zijn gesloten, maar er zijn wel medewerkers die rondlopen. En die kunnen daar ondersteunen wat nodig is, met gepaste afstand. Maar Esther, nu we er toch staan, want je hebt het nu over balies, maar ik zie hier de oude klantenservice. Maar wat is die groot geworden? Ja, tof hè? Ja, hij is heel groot geworden. En maar, heeft dit ook nog iets met corona te maken of was dit sowieso het plan al? Nou, nee, dit was al het plan. Dit stond gepland. Alleen nu met de corona werkplekken is dit wel de ideale plek. Want dit is groot genoeg voor medewerkers. Hier kunnen zeker 2-3 medewerkers gewoon werken. Maar we hebben een balie waarbij je met de klantenservice, daar kun je je melden, daar kun je inschrijven. Maar hier aan deze balie kun je ook je uitleningen doen. Dus alle klantcontacten zijn bij deze balie. Dus vandaar dat we hem wat groter hebben gemaakt. Ja, nou, dat is heel duidelijk. En nou ja, het is dus vanaf de 18e, zoals je het net hebt verteld. Is er ook al zicht op wanneer het weer anders wordt of ruimer? 1 juni misschien, ja. Maar dat is dus heel erg afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Wat ik nog wel wil meegeven, is als mensen kunnen ook hun boek inleveren. Ja. En we hebben alleen een 3 dagen quarantainetijd. Maar het boek inleveren kan via de inleverbus aan de buitenkant. Ook al kun je naar binnen,
dat moet je daar doen. Dat is gewoon de brievenbus. Dat is de brievenbus, ja. De inleverbus. Want dan zorgen wij dat ze 3 dagen even lekker vertroeteld worden in een aparte ruimte. En daarna gaan ze van de pas en dan zijn ze weer beschikbaar voor iedereen. Nou, dat is helemaal duidelijk. En wat je zei, inderdaad 1 juni, dan mogen natuurlijk ook, mag ook de horeca weer open. Weet je toevallig of het Leescafé ook nog een paar tafeltjes weer beschikbaar gaat stellen? Wie weet, ik hoop het. Ja, ik hoop, maar dat is, in principe is het dus de terrassen. Dus het is even afwachten wat het Leescafé erin gaat doen. Ja, maar jullie hebben nog een terras aan het water, wie weet. Hè? Ja. Hey, dankjewel voor je toelichting en succes met de heropening. Ja, welkom weer dan, hè, op de lezen.